Slechts 3 keer in de historie hebben ze elkaar ontmoet. 2 keer vorig seizoen en 1 keer dit seizoen. En dit seizoen eindigde het duel in Barendrecht in 1-1. Dat is een gevaarlijke bal. Valk moet inderdaad 2 dingen in de gaten houden. En hoe de loop van de bal is, de voorzet en hoe mensen voor zijn neus opduiken en daarop willen anticiperen. Het is eigenlijk het eerste wat lastige moment voor de doelman van VVSB. En dan zitten we al in de 28e minuut. Ook schop aan het recht. Van Kooi, wat ben je aan het doen? Komt u? Linkerbeen! Jongman. Combineert Jongman met een rolletje. Dat kan Valk nooit in de problemen brengen. Aan de andere kant, El Azouti in de handen bij Van Splunter. Heerlijk in het zonnetje. Teuns, mooie actie. Goeie voorzet, aardig ingekopt door Pauw. Dit is de eerste serieuze scoringskans. Goed lopende aanval van VVSB. Dit het voorbereidende werk. Dat verdient al een royale voldoende. De kopbal van Paul is niet onverdienstelijk, maar Van Splunter staat daar. Bal opgepikt door Monster met een geweldig schot en een goede redding van Valk. Deze bal ging absoluut richting de kruising. Dit is de eerste overtuigende doelpoging van de kant van Barendrecht. Prachtig geraakt deze bal door Monster. Jongman. Navaja Sanchez. Er wordt gewaarschuwd voor het rechterbeen, maar die bal die gaat er bijna in via Sayas. Dat is de tweede mogelijkheid voor Barendrecht deze middag. Ook deze naar rust, naar het schot eerder van Monster. Verre ingooi goed verlengd. Daar komt de kans voor Bekooi. Wat een enorme kans voor hem. Dat pakt maar net goed uit voor Barendrecht. Terwijl Bekooi denkt dat hij met deze inzet zijn 10e van dit seizoen maakt. Ik zou niet willen zeggen een koninkrijk voor een treffer. Maar een goal zou het wellicht wat spectaculairder maken. Voor wie dan ook. Maurits. Goed gedraaid. En Sayas is die daar. Nee, Valk krijgt die bal op een lekker hoogte ingeschoten. Althans voor een doelman. Dit is zijn mogelijkheid. Hij draait zich goed los van Jozic. Maar niet voor het eerst is Valk degene op wie die stuit. Caldi. Met vuilbrief. Blijft er voor Sayas die op opzicht naar rust toch wel tot de gevaarlijkste van Barendrecht. Dit is ook geen makkelijke, maar toch mogelijkheid nummer 3. Deze zit erop. Hij vindt het voldoende. 0-0 de eindstand bij VVSB Barendrecht. En naar de 1-1 eerder dit seizoen in Barendrecht tussen deze twee. Een spannende wedstrijd. Eindigt nu de return in Noordwijkerhout in 0-0.